Na een grote klopjacht vanmorgen is de Utrechtse politie nog steeds op zoek naar een aantal plofkrakers. Ze sloegen vannacht toe bij een bank net over de grens in het Duitse Wezel. De daders gingen er vandoor, een vlucht die eindigde met een crash op het Anne Frankplein in Utrecht. Mijn collega's van Oost-Nederland hebben direct daar de achtervolging op ingezet. Dat werd een lange achtervolging, want uiteindelijk reden ze richting Utrecht via de A12. En daar zijn ze de afslag, hebben ze Kanaalland genomen. En in de wijk zijn ze met de auto dwars over een verkeersplein heen gereden. Met allerlei gevolgen van dien. De auto die raakt ook heel beschadigd. Daar zijn ze gestopt, uit de auto gesprongen en gevlucht. Ze zijn dus spoorloos. De politie heeft de auto in beslag genomen. Volgens de Duitse politie gaat het om 3 of 4 gemaskerde mannen. Of ze iets buiten hebben gemaakt is onbekend. Utrechtse criminelen slaan vaker toe in Duitsland. Omdat ze snelle auto's gebruiken, worden ze de Audi-bende genoemd. Het gaat om een groep van zo'n 250 mannen die hun heil zoeken in Duitsland. Omdat het daar makkelijker is om een plofkraak te plegen dan in Nederland. Het grootste deel van deze groep komt uit de buurt van Utrecht. En als ze dan klaar zijn met die plofkraak, vluchten ze met een snelle Audi weer terug naar Nederland. De vervuilde grond in Bunschoten-Spakenburg is niet direct schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt de GGD. Bij het versterken van de Westdijk is gebruik gemaakt van vervuilde grond. In het zand zitten zware metalen en een te hoge concentratie zouten. Ook al is het niet gevaarlijk voor de gezondheid, het waterschap neemt wel maatregelen. Sloop doorspoelen, afrasteren, meten, dat doen we nog steeds. Dus daar houden we steeds in de gaten van wat is er met de waterkwaliteit aan de hand. En we hebben een aantal bordjes geplaatst op de dijk waarin staat geen drinkwater voor vee. Het waterschap stelt de aannemer aansprakelijk. Die moet het probleem oplossen. Steeds meer mensen zijn slachtoffer van autostrippers. Het stelen van een kostbare airbag is vaak binnen een minuut gedaan. In Leusden zijn de afgelopen week veel aangifte binnengekomen. De dieven zouden het vooral gemunt hebben op airbags en navigatiesystemen van Volkswagens en Audi's. Ook bij een autoschadebedrijf in de Meren hebben ze er wekelijks mee te maken. Gemiddeld genomen zal het een 5 tot 8 keer zijn, met soms uitschieters naar 15 in een week. En we zien ook steeds meer gewoon een herhalingsgevaar. Dat, om het zo maar te zeggen, de ene week dan repareer je alle auto's en de week erop dan komen ze gewoon weer terug. Op de Champs-Élysées deed hij het al. En nu ook in eigen land. Dylan Groenewegen uit Apkoude won gisteravond het criterium in Boxmeer. In de daags na de toerwedstrijd rijden toerrenners een rondje rond de kerk, aangemoedigd door Nederlandse wielerfans. Groenewegen was na zijn winst in Parijs een van de publiekstrekkers. En hij stelde zijn fans niet teleur. Na een massasprint liet hij renners als Koert de Kort en Tom Dumoulin achter zich. Ja, op een uurtje slapen en dan dit nog presteren? Ja, het zat er nog net in. Het was gelukkig niet super lang, dus het was wat te doen. Ik dacht, die Dumoulin die heeft 3 weken rust gehad. Die gaat hem niet pakken, die rijdt iedereen eruit. Maar jij doet het maar even. Ja, we hebben weer de juiste spanning op de benen, is ook weer goed. Hè? Dus dat is mooi. Verlang je nou heel erg naar je bed, of niet? Ja, ik ga lekker slapen zo. Dat is ook wel fijn. En terwijl de Oranje Leeuwinnen de kwartfinale voor het EK voor vrouwen hebben gehaald, is het toernooi voor Utrecht na vanavond voorbij. In de Galgenwaard wordt de laatste wedstrijd gespeeld. Rusland tegen Duitsland. De Nederlandse vrouwen wonnen gisteren met 2-1 van België en spelen daarom zaterdag de kwartfinale. Dan krijgt u nog het weer. Het is wisselvallig met af en toe wat zon en geregeld buitjes. Het wordt zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht is het droog en overwegend bewolkt. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Dit was uw nieuws. Kijk voor meer nieuws uit de regio op onze app of op de website rtvutrecht.nl.